Dat kleine lieve mannetje, dat ben ik. Dit is mijn broer Lex. En dat is mijn moeder. Al die herinneringen, het komt allemaal weer boven. Het was niet makkelijk en niet leuk. Het is aangrijpend. Een aantal foto's kenden wij, lang niet allemaal. Want mijn vader, dat was een verwoed amateurfotograaf. Vandaar ook dat er zoveel materiaal gevonden is. 5 jaar geleden werden de tientallen foto's en brieven uit de oorlogsjaren toevallig ontdekt in een muur van een huisje in Drenthe. De oorlog verscheurde in de 40e jaren het Brabantse gezin Kater. De Joodse familie moest overal in Nederland onderduiken. De kleine Franklin herkende na de oorlog zelfs zijn bloedeigen vader bijna niet meer. Toen heb ik gezegd, vader, is dat nou papa? Want ik noemde mijn ouders, mijn pleegouders, vader en moeder. Het is een beetje emotioneel. Heel erg. Daar kan ik niet zo goed tegen. Maar ik heb het allemaal overleefd, dus. Bijna iedereen van de familie overleefde de oorlog. Een oom van Franklin Kater niet. Hij is in Auschwitz vermoord. En heel aangrijpend is dat we bij die documenten die 5 jaar geleden uit de muur tevoorschijn kwamen, dat daar de afscheidsbrief van George in zat. En waarbij hij nog in de veronderstelling is dat ze gingen werken in Duitsland. En hij eindigt ook met die brief. Nu lieverd, ik eindig maar. Vele groeten en kussen voor allen. George, houd moed. Wij zullen terugkomen. En dat is het laatste dat we ooit van George gehoord hebben. Het verhaal van de familie Kater van Dam is vanaf vandaag te zien in het historisch centrum in Eindhoven. Waarom wilt u dit laten zien? De boodschap die we mee willen geven, hoe slecht oorlog is, wat het met mensen doet en hoe groot goed het is om te leven in vrijheid, dat wij doen.